De Week van het Nederlands is afgesloten met een spoken word workshop afgelopen zaterdag in het Lien en Wim Café aan de Verlengde Gemeenelandsweg. Met het event Krabassi Wordu Unangatori is invulling gegeven aan het thema van dit jaar gevoel en emotie. Het evenement was volgens de organisator Stichting Platform Support Suriname een succes. De gasten van deze workshop konden 2,5 uur genieten van woordkunst in de vorm van spoken word, comedy, theater en muziek, ingevuld door lokale en internationale artiesten. De voordrachten waren geïnspireerd door de werken van Surinaamse dichters. We brengen u een fragment van de voordracht van woordkunstenaar Ravanelli Deekman. Ik wil krijsen van geluk, want ik ga niet gebukt onder de omstandigheden waaronder mijn voorouders lieden. Ik wil de baas zijn van mijn eigen realiteit. En door de taal raak ik mijn ei kwijt. Ja, ik voer taal. Ik geef betekenis aan woorden. Het leven is als muziek. Jij, wij bepalen de akkoorden. Ik geef betekenis aan woorden. Het leven is als muziek. Jij, wij bepalen de akkoorden. We leren van de tijd dat we weinig van de tijd leren.